De productie van granen was al bekend bij de oudste beschaafde volkeren, de Babyloniërs en de Egyptenaren. En dat was zo'n 7000 jaar voor Christus. Nog ouder kan de traditie zijn in Leutjach aan de Wijnroute, een kleine onopvallende plaats aan de grens tussen Steiermark en Slovenië. De mensen van Postel cultiveren niet alleen deze mysterieuze plant, met hun mysterieuze machines oogden ze de hop in grote hoeveelheden om zich te kunnen wijden aan hun eigen bierconsumptie. Hallo? Wat is er dan los? Heer met den bier, lieve Postel aus Leutjach. Wenn's nicht kommt, dann komm ich. Prost.